Stel, je bent MKB'er en je wilt investeren. Daarvoor heb je geld nodig en dan ga je ongetwijfeld naar een bank om de hoek. En niet naar een investeerder in bijvoorbeeld Oostenrijk. Terwijl dat wel kan. De Europese Unie zorgt namelijk voor vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Dat houdt in dat je makkelijker kunt reizen tussen de EU-landen, dat je spullen in een ander land kunt verkopen zonder extra kosten aan de grens te maken en dat je in een ander land terecht kunt voor je financiering van je investering. Maar dat laatste gebeurt nog niet echt. Als kleine en middelgrote bedrijven in Europa geld nodig hebben, gaan ze eigenlijk altijd naar banken in hun eigen land. En als je wilt investeren of beleggen in een buitenlandse onderneming, loop je vaak tegen een hoop problemen aan. Dit komt vooral omdat de regels voor investeringen in verschillende Europese landen nog erg van elkaar verschillen. Dat zorgt niet alleen voor extra moeilijkheden om te investeren, maar ook voor extra kosten. En ook remt het de economische groei. En kan het tot problemen leiden wanneer het economisch slechter gaat. Stel, Nederland zit in een economische dip, terwijl Oostenrijkse bedrijven hard groeien en staan te springen om te investeren. Als jij dan geld wilt stoppen in zo'n Oostenrijks bedrijf, is dat door de verschillende regels vaak lastig. En door de hoge kosten ook wel minder aantrekkelijk. Tegelijkertijd zouden Oostenrijkse investeerders misschien maar wat graag hun geld willen investeren in onze economie. Ook dat gebeurt door de verschillen in regels tussen de EU-landen vaak nog niet. Het resultaat? In Oostenrijk staken de investeringen, in Nederland gebeurt niets en de Europese economie groeit langzamer. Dit noemen we ook wel de belemmeringen in de Europese kapitaalmarkt. Om daar iets aan te doen, presenteerde de Europese Commissie onlangs een actieplan. Dat actieplan moet ervoor zorgen dat spaarders en beleggers makkelijker in het buitenland kunnen beleggen. Kleine en middelgrote bedrijven buiten de banken om makkelijker aan kapitaal kunnen komen voor belangrijke investeringen. Het makkelijker wordt om extra te investeren in de economie en er dus meer economische groei is. En dat landen met economische groei kunnen investeren in andere landen waar beide landen van profiteren. Maar dat gaat niet over één nacht ijs. De komende maanden worden deze plannen verder besproken en worden de eerste stappen gezet naar een sterkere Europese kapitaalmarktunie. En in de komende jaren worden deze plannen dan verder uitgewerkt. Het Nederlandse kabinet ondersteunt de stappen die dit mogelijk maken. Meer weten? Volg dan de kanalen van het ministerie van Financiën om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.